Madame Jeannette is ontstaan vanuit het verzoek om met een andere dinershow te komen. Dat vonden wij een leuke uitdaging. Dat is wel een heel verhaal aan vooraf gaan. Na jarenlang betrokken geweest te zijn bij de dinershow, hebben wij in 2018 de exploitatie overgenomen van RTL. We hebben sowieso Richard voor het eerst op Ibiza ontmoet. Dan heb ik eigenlijk verteld wat ik heel graag wel wilde, maar vooral ook wat ik niet wilde. Wat ons triggerde, het verzoek van O7 om een dinershow op een andere manier te benaderen. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment is alles rondom Madame Jeannette begonnen. Wij hebben met een klein clubje de hoofdlijnen uitgezet. En we wilden wel echt de expertise die wij hebben laten zien. Dus weet je, veel meer show en interactie. Maar daarna zoek je wel de nodige ervaring van mensen erbij om het wel ook die elementen mee te geven die je deze show kunnen maken. Mijn rol hierin is de hele styling, of in ieder geval de hele moodboard. Ik ben lichtontwerper. Lichtontwerper. Creatief leidster op dit project. En samen met Marcus... Regie? Oh, dit is Jimmy. Oh. Ook bekend als drummer, maar nu maakt hij ook de liedjes. En dat doet hij fucking goed. Nou ja, dit is Jeroen Temrinken. Ja. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit de geluidsgod van Nederland is. Een van de voorwaarden is dat het culinaire deel belangrijker werd in de show. Nou, daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Gedurende de show krijgen we allemaal mooie kleine gerechtjes, wat echt als culinair hoogstandje ervaren zal worden. Het is meer dan een dinnershow. Nou, het is heel veel anders, want het is echt een 360 beleving. Dus het is echt in the round. Dus voorheen kijk je echt naar een show, dus je bent niet echt onderdeel ervan. En nu ben je echt wel degelijk als publiek echt onderdeel van het geheel. Het was wel een soort project van alles kan. Dat is het leukst. Het geluid komt rondom om je heen. Het komt zelfs uit de tafels. Als je normaal een podium hebt, dan heb je één kant waar je belicht. En nu moet je af vier kanten belichten. Dat is wel redelijk bizar. Dat is wel bizar. Wat Madame Jeannette spannend maakt, is dat je kan niet zeggen dat het een theatershow is. Je kan ook zeggen dat het een dinnershow is, een restaurant is. Het is ook geen concert. Het is echt wel een mengelmoes van al die dingen die bij elkaar komt. En dat maakt het ook wel een soort van onmogelijke show om met elkaar te maken. Dus aan de ene kant moeten we er soms heel erg om lachen dat je tegen heel veel dingen aanloopt. En dat is zo leuk. Je voelt dat de klik er is. Dus je denkt met elkaar, hoe gaan we elkaar versterken? Ja. En dat is eigenlijk het allerleukste van deze samenwerking. Ja, ik denk de Studio 21 heeft door Madame Jeannette wel een nieuwe dimensie gekregen. Als je al binnenkomt, voel je dat er iets anders aan de hand is. De wereld waar je instapt, zodra je überhaupt in deze zaal binnenstapt, vind ik mindblowing. En er zit wel van hart en ziel in. Wat we hier met z'n allen aan het neerzetten zijn, dat is wel echt iets waar we echt onwijs trots op zijn. Ik ben er super trots op dat we naar dit resultaat samenwerken met elkaar. Ik denk ook dat het valt niet uit te leggen. Je moet er gewoon bij zijn. Dat moet je absoluut gaan meemaken.